Raymond van Barneveld, je hebt zo net gewonnen met 6-3 van James Wade. Tevreden van je wedstrijd? Ja, tuurlijk tevreden. Kijk, als je de loting ziet van tevoren, dan denk je, in Kiel heb ik helemaal geloot. Elke keer zijn de Eurotour lotingen toch wel vrij zwaar. Een keer Ian White geloot, Brendan Dolan, een keer Dimitri van den Berg, vorige week in Leeuwarden. Nu weer voor de tweede keer James Wade. Dan denk je, ja, als je natuurlijk omhoog wil gaan op die rankings, ja, dan is het natuurlijk wel lekker als je natuurlijk iemand krijgt waarvan je normaal gesproken denkt van, nou, dat gaan we wel even doen. Ja, of dat je natuurlijk iemand uit de top 10 van de wereld krijgt. Dat is natuurlijk wel iets anders. Uiteindelijk was het een hele gekke wedstrijd. Ik sta in te gooien. Nou, ik denk dat ik nog nooit zo goed heb ingegooid in mijn hele carrière. 180ers, 140ers. Podium is er toch iets anders. Heel gek. Warm, echt heel warm. En de pijlen gingen toch heel erg zakken. Dat merkte ik aan James natuurlijk ook. Hè. Ik maak 2-2, terwijl hij misschien eigenlijk wel 3-1 moet maken. Ja, daar laat hij het een beetje liggen. En dan loop ik weg naar 5-2. Ja, dan zak ik weer een beetje in. En dan komt hij weer terug en dan gaat hij weer goed gooien. En uiteindelijk gooi ik gewoon goede dubbels. Score is wat minder. Maar ja, uiteindelijk gaat het er gewoon om dat die 6 aan jouw kant staat. En dat is het belangrijkste. Vond jij deze video leuk? En wil je als eerste op de hoogte zijn van nieuwe video's? Abonneer dan op het kanaal van 433 Darts.